Dames en heren, mijn disclosure. U ziet aan de rechterzijde ziet u een röntgenfoto van die achtervoet. U herkent misschien de onderzijde van het onderbeen. En daaronder is een botstuk, dat noemen we het sprongbeen. En het sprongbeen scharniert met het onderbeen in de enkel. En daarmee kan u de voet naar u toe bewegen en van u af bewegen. Als u op uw been zou staan en u zou dan naar rechts draaien op het been, dan verandert de stand van de voet. U komt op de buitenkant van uw voet te staan. Als u vervolgens naar de binnenkant toe draait, komt u op de binnenkant van uw voet te staan. Die beweging is heel belangrijk. Dat is een koppeling tussen onderbeen en voet. En u ziet hoe de vorm van de voet verandert. En als u dus op de buitenkant van uw voet staat, dan wordt uw voet wat holler en wat stijver. En staat u op de binnenkant, dan is hij platter en losser. En op die manier gebruikt u uw voet om balans te houden. En u kunt uw voet ook spannen en als hefboom gebruiken om vervolgens te springen. Er kan een hele hoop verkeerd gaan. Het kan zijn dat dit mechanisme wordt verstoord door een aangeboren afwijking. Het kan zijn als gevolg van een ongeluk of een trauma. Het kan ook met de tijd ontstaan door aanleg, deels door omstandigheden. Vaak weten we het ook niet, dan spreken we over slijtage, over degeneratie. Of door een ziekte, zoals diabetes of suikerziekte. Dus een reuma en een hersen- of een zenuwaandoening. De patiënten komen bij ons op de polykliniek vanwege pijn. Dat is de belangrijkste klacht. Maar ze kunnen ook klagen over zwikken, doorzakken, instabiliteit of een misvorming. En dikwijls gaat het om een combinatie van die factoren. Dat er dus een drukpunt is of een pijnpunt omdat die voet scheef staat. Of omdat het gewricht pijnlijk is. Of omdat die voet zo scheef staat dat iemand er eigenlijk niet meer fatsoenlijk op kan lopen. En dan is die voet ook niet meer schoeibaar. Misschien herkent u het weer. Hier ziet u weer die achtervoet op een röntgenfoto. Maar wat u kunt zien is dat dit gewricht, dat is niet meer normaal, dat is versmalt. En wat u hier kunt zien is dat die voet ook helemaal scheef staat. Er is hier sprake van een ernstige enkelartrose. Wat u misschien niet weet, is dat de fysieke beperkingen als gevolg van enkelartrose net zo erg zijn als bij de artrose van de heup en de knie. En dat iemand fysiek even slecht af is als iemand met een ernstig nierfalen of met een niet goed werkend hart. Het heeft ook mentale consequenties. Over de niet-operatieve behandeling van enkelartrose is onze collega Witteveen van de Maartense Kliniek gepromoveerd. Maar dat gaat meer over de eerste liniebehandeling. En zoals net door Remco gezegd, wij concentreren ons op die gevallen waar die niet-operatieve behandeling niet meer slaagt. En in geval van zo'n enkelartrose kunnen we iemand goed helpen door het gewricht vast te zetten in een goede stand. Dan komt er geen pijn meer uit het gewricht, de achtervoet komt weer recht te staan en er is weer stabiliteit. Over deze operaties hebben we gepubliceerd, laatst in een heel mooi internationaal tijdschrift. 185 patiënten, minimale 8 jaar follow-up. En zoals bekend zijn de resultaten qua pijn en qua beperkingen heel goed. Het is een hele dankbare operatie. Hebben we ook gekeken naar sport bij deze patiënten. Wat zou nou een alternatief zijn op het vastzetten van die enkel? Dat is de inbrengen van een enkelprothese. En internationaal is dat een enorme discussie van wat is nou beter, vastzetten of een prothese. Ook over die prothese hebben we het nodige gepubliceerd. De korte termijnresultaten en ook de learning curve. En het meest trots zijn we op deze publicatie, waarbij we beschrijven 124 enkelprotheses, minimaal 7,5 jaar follow-up. En daar kunnen we toch wel constateren dat op de lange termijn best wel vaak problemen zijn met die enkelprotheses. Dus dit is een typisch geval voor shared decision making. Wat is nou beter? Waar zou u zelf voor kiezen? Ik weet het eigenlijk niet. En daarom doen we verder onderzoek in de Maartenskliniek, waarbij we patiënten met een enkelprothese en patiënten met een vastzittende enkel met elkaar vergelijken. En wie gaat deze strijd winnen? Ik kan het u nu nog niet vertellen. Wat natuurlijk veel interessanter zou zijn, is wanneer we het niet zo ver laten komen dat er een enkel arthrodese moet worden uitgevoerd of een prothese. Misschien is het wel veel mooier wanneer we in een vroeger stadium patiënten kunnen herkennen die een artrose gaan krijgen en dat we dan de stand kunnen verbeteren door middel van een osteotomie, om op die manier deze operaties voor de toekomst te voorkomen.
En die osteotomieën, die standscorrecties, gebruiken we ook bij patiënten met holvoeten. Hier ziet u een patiënt die aan deze zijde net zo scheef stond als aan deze zijde voor de operatie. Dit hebben wij ook over gepubliceerd. En ook hebben wij op deze manier een serie platvoetcorrecties kunnen vervolgen in de tijd, door middel van standscorrecties weer rechtgezet. Bij deze patiënt is die voet zo stijf en zo plat, dat lukt niet om dat met die osteotomie recht te zetten. We hebben aan deze zijde geopereerd, zoals u ziet, en daar hebben we gebruik gemaakt van een zogenaamde triple-arthrodese. U heeft net gezien hoe die vorm van die voet veranderd kan worden, en dat gebruiken we met de operatie en dan zetten we 3 gewrichten aan elkaar vast en op die manier verbeteren we ook de stand van de voet. In dit geval is een triple arthrodese gedaan omdat er artrose was in dit gewricht. Zo kunnen we ook klompvoeten corrigeren. En hiervan hebben we ook een redelijke hoeveelheid kennis opgedaan en onze collega Stegeman, ook van de Maarskliniek, is op dit gebied gepromoveerd. We doen het ook best vaak. Er is een ruwe schatting dat in 2015 wij ongeveer 13% van alle enkel arthrodeses hebben gedaan en 1/5 van alle triple arthrodeses in het land. En omdat wij dat wat vaker doen en er wat meer ervaring mee krijgen, krijgen we ook probleemgevallen uit het land met de vraag of wij die patiënten willen overnemen. Dit is een jonge vent die is al 2 keer geopereerd en dit gewricht is niet vastgegroeid. En daar hebben we een triple arthrodese gedaan met goed resultaat. Op deze foto's kunt u ook wel herkennen dat die enkel arthrodese, die is niet vastgegroeid. En ook daar hebben wij dus een hersteloperatie gedaan, een revisie, en ervoor gezorgd dat het weer aan elkaar is vastgegroeid. Dit is een patiënt die een ernstig ongeluk heeft gehad. Het ligt helemaal in gruzelementen. En dat is ook niet goed genezen. Het is helemaal niet vastgegroeid en het staat scheef. En de patiënt werd naar ons verwezen en we hebben het recht gezet en gezorgd dat het weer vastgroeit. Hier is een enkel prothese ingebracht. Het staat hartstikke scheef, doet heel veel pijn. We hebben de prothese verwijderd en het weer netjes vastgezet. Soms is het wat moeilijker, want dan is er ook heel veel verlies van bot. En dan moeten we dus een botgraft gebruiken en het ook weer op die manier proberen vast te zetten. Soms is het zelfs nog hopelozer. Dan is er ook een infectie en dan is het nog losser. En dan moeten we eerst de infectie bestrijden en daarna zorgen dat het weer netjes op elkaar vastkomt, zodat die patiënt kan blijven lopen. Het meeste plezier, dames en heren, heb ik eigenlijk in de behandeling van patiënten met een neurologische aandoening, waarbij ik kan samenwerken met de revalidatiearts, niet alleen van de Maarskliniek, maar ook van het Radboud UMC, patiënten met loopstoornis op basis van een hersenaandoening of een zenuwaandoening. En die zijn dikwijls heel goed geholpen met een operatie aan de voet, waarbij we de voet stabiel maken en pezen omzetten. Hier ziet u een patiënt met zo'n zenuwaandoening. En u ziet, er zijn balansstoornissen. Hij loopt op de buitenkant van de voet. Het wordt steeds moeilijker om goede schoenen voor deze vent te vinden. En daar kunnen we dan ook zo'n operatie doen waarbij we de voetwortel goed zetten, die achtervoet, pezen omzetten, de middenvoet corrigeren, de voorvoet corrigeren. En dat kan een hele dankbare ingreep zijn waarbij mensen weer met meer stabiliteit staan en gaan en eigenlijk gewone schoenen aan kunnen en ook de voet weer goed naar zich toe kunnen bewegen. Boven ziet u een patiënt na een CVA en u ziet onder na de operatie, en u ziet dat de patiënt zichzelf na de operatie dik inhaalt en veel beter kan lopen na zo'n operatie. Dit doen we heel graag samen met Radboud, samen met de revalidatie. En ik geloof dat dit ongelooflijk belangrijk is, dat we al dit soort patiënten van tevoren helemaal in kaart brengen en daarna helemaal in kaart brengen. En dat we op die manier steeds beter kunnen voorspellen welke operaties nodig zijn en kunnen bij wat voor patiënten. We kunnen decision tools gaan ontwikkelen. En we hopen hiermee wereldleidend te worden in de komende jaren. Dames en heren, ik hoop dat ik u wat heb kunnen laten zien over de expertise die we hebben opgebouwd op het gebied van de voet en de enkel. Wij richten ons op second opinions en hersteloperaties. Ik heb gehoopt dat ik ook heb kunnen zien dat we dat proberen te koppelen aan wetenschappelijk onderzoek. Niet omdat we interessant willen zijn, maar wel omdat we willen leren van onze fouten
en het steeds beter willen doen. En daarvoor is ook belangrijk dat we starten met een food registry system. En de Raad van Bestuur gaat dat ondersteunen. Daar ben ik ongelooflijk blij mee. En nog meer heb ik zin en ben ik trots, mooi woord, op het komende loop-expertisecentrum in de Maarsknik samen met Radboud UMC. Dank voor uw aandacht.